Zo, dat is leuk hè, weer eventjes tijdens de koffie allerlei mensen ontmoeten en spreken en zo. Ik heb het idee dat ik niet de enige was die dat leuk vond, dat jullie dat ook leuk vinden. Heel goed. Wat ik ga doen, ik wil het tweede gedeelte ook weer beginnen met gebed. En dan een stukje uit de Bijbel lezen, maar laten we eerst een moment stil worden. Heere God, we willen u hartelijk dank zeggen voor het eerste gedeelte dat we gehad hebben. Wat hebben we heerlijke liederen gehoord en samen gezongen. Wat hebben we mooie Bijbelgedeeltes mogen lezen. Heere, uw woorden gehoord. Heere, we willen ook danken voor het feit dat we met Kees hebben mogen nadenken over wie u bent en hoe heerlijk het is om met u te leven. En dat er niks mag zijn wat ons moet verhinderen. En ook wat Kees deelde, dat u hem in zijn nekvel gegrepen hebt en dat u hem al stribbelde die tegen, dat u hem voor ingewonnen hebt. Heren, dat is een wonder van genade waar iedereen die echt gelooft iets van kent. Of dat nou geleidelijk is gegaan of opeens plotseling. Maar dat we iets kennen van dat wonder, dat genade dat we mogen belijden. Dat u ons hebt gegrepen en dat u ons hebt bevrijd door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, daar willen we u voor dank zeggen. En tegelijkertijd met dat wij mogen delen in die onnoemelijke grote en bijzondere schat van genade, hebben we het verlangen, persoonlijk, maar ook als stichting Jij, dat iedereen daarvan gaat leren en van gaat leven en vrede met u mag hebben. Heren, wilt u het werk, ook als we 2016 zijn ingegaan, zegenen en wilt u ook deze avond ertoe laten bijdragen dat we antwoorden krijgen en het verlangen in ons hart gewerkt wordt door u, terwijl we luisteren en zingen en onze vragen stellen, dat we u gaan volgen. Heren, dank u wel ook voor. Ik zag wat vragen voorbij komen. Heren, dank u wel daarvoor. Heren, wilt u ook Kees zometeen helpen als we met de zaal in gesprek gaan? Wilt u degene die een vraag op het hart hebben de vrijmoedigheid geven om hem gewoon maar te stellen? Wilt u Kees helpen als hij mag proberen om daar een antwoord op te geven? Heren, wilt u ook in die dingen de leiding nemen? Heren, zo strekken we ook voor het tweede gedeelte onze handen naar u uit en verwachten het van u. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met jullie een stukje uit Johannes 3 lezen, dat is natuurlijk ook een heel bekend gedeelte, hè? Het gesprek met Nicodemus. Nou, dat hele eerste gedeelte, dat sla ik eventjes over, over dat gesprek tussen Jezus en Nicodemus. En dan, het bekendste vers uit de Bijbel is misschien wel Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, iets daarvoor en een stukje daarna wil ik met jullie lezen, vers 13 tot en met 17. En daar zegt de Heer Jezus, en niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Er heeft niemand God gezien, zegt Johannes ergens eerder. Maar Jezus zegt de Zoon des Mensen, ikzelf, ik kom van de Vader, ik ben naar de aarde toegekomen en ik kan jullie vertellen wie God is. Dat ben ik zelf, maar ik kan jullie het geheim vertellen van de goddelijke drie-eenheid. Je kunt iets zien. Als je de Vader wil zien, kijk dan nabij. Want de Vader en ik, we zijn één. Nou, dat zit hier een beetje achter. En over dat kijken naar de Heer Jezus, daar gaat het volgende vers ook over. En dan refereert de Heer Jezus aan een geschiedenis uit het Oude Testament. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, bekende geschiedenis over die koperen slang. Mensen waren ongehoorzaam geweest, werden gebeten door slangen. De Heere God die geeft een middel waardoor ze weer genezen kunnen worden van die dodelijke beten. En de enige wat ze hoeven te doen is hun oog te richten op de koperen slang. En dan willen ze genezen. Nou, dat beeld, die geschiedenis, dat haalt de Heer Jezus ook aan. Dus het thema richt je oog op de Heer Jezus, dat is niet een door ons verzonnen thema. Dat is een heel Bijbels thema. Richt je oog op de Heer Jezus, hier in vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En wij moeten naar hem kijken om ons zalig te kijken, om ons gered te worden door op hem te zien en hem te geloven. Waarom dan? Waarom moet de Heer Jezus verhoogd worden? Waarom moeten wij naar hem kijken? Omdat ieder die in hem gelooft, wie ook maar in hem gelooft, op hem kijkt en op hem vertrouwt, alles van hem verwacht. Wat staat er dan? Dan ga je niet verloren. Dat heb Kees ook heel vaak gezegd. Hè? Die twee kanten. Aan de ene kant een prachtige boodschap over de welwillendheid van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zo graag zondaren bij zich getrekken wil. Aan de andere kant ja, wel het hele trieste verhaal dat wij zo nukkig zijn en zo tegenstribbelig. En zo verloren liggen in onszelf. Maar dat hoeft dus niet. Geloof in de Heer Jezus Christus en je wordt behouden en je hebt het eeuwige leven. Want zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
Waarom? Dat een ieder die in hem gelooft opnieuw niet verloren gaat. Dat is de hele reden waarom de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Dat je niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven hebt. Dat is het volgende vers al, wat eigenlijk gewoon een herhaling is. Blijkbaar vindt de Heer Jezus het heel belangrijk dat je dat weet. Dat je niet verloren gaat, maar dat je het eeuwige leven zou vinden in zijn naam en in zijn werk. Laatste vers. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar wat is dan de bedoeling van de komst van de Heer Jezus Christus? Opdat de wereld door hem behouden zou worden. Heerlijke boodschap. Waar heb ik mijn lijstje? Ik wil graag met jullie een lied gaan zingen. Heer, u doorgrondt en kent mij. Lijkt me mooi om dat te zingen. En daarna komt er wat op de beamer. Er komt nou zometeen een filmpje op de beamer. Dat heb ik nog nooit gedaan, dit. Wat we nu gaan doen. Wat ik mooi zou vinden is, volgens mij 3 minuten of zo, 3,5 minuut. Wat ik mooi zou vinden is als je dat filmpje bekijkt, beluistert. En voor jezelf is
nagaat, zou jij die tekst die je hoort meezeggen, meezingen, of helemaal niet? En dan is het misschien wel mooi als Evert zo eventjes in de zaal, nadat we het filmpje hebben gekeken, even rondgaat om te kijken van, wat maakt het bij je los? Wat vind je daarvan? Vind je het mooi? Vind je het helemaal niks? En waarom dan niet? Enzovoort. Ja? Dus gaan even kijken en daarna kunnen we even op reageren. Tot slot voor wie wil zingen, het is een levenslied over de dood. Hey, op de dag van mijn begrafenis, als het gat gegraven is, liever geen zoek aan huis, blijf die dag maar lekker thuis. Maar kom maar langs, kom maar langs, kom maar langs, nu ik nog leef. Op mijn grafsteen, hey, aan het eind, in mijn advertentie, zwart omlijnd, wil ik geen woorden als dier geliefd, geen innig bemind, ik wil geen rust in vrede. Op mijn lint, hey, noem me lief, nu ik nog leef, noem me lief, nu ik nog leef. Nu ik nog leef, hey, laat nu de glazen zingen, tot ze barsten in duizend scherven van geluk. Nu ik nog leef, hey, laat nu de liefde zingen, want nu ik nog leef, wil ik sterven van geluk. Nu ik nog leef, maar op die dag, hey, zonder keus, met de deksel op mijn neus. Als ik straks lig op gevaar, door nabestaanden aangestaard, laat dan achter wat aan bederven is, verdeel meteen de erfenis. Als ik dood ben, hey, op kapot, niet op de valreep, nog even God. Want ik wil geen toespraak breken, niet van priesters, niet van leken. Hey, geloof in mij, hey, nu ik nog leef, geloof in mij, nu ik nog leef, nu ik nog leef, wil ik de glazen laten zingen, tot ze barsten in duizend scherven van geluk. Nu ik nog leef, hey, wil ik mijn liedje zingen, want nu ik nog leef, wil ik sterven van geluk. Maar ik ben nog niet aan dood gaan toe, dat is wel het laatste wat ik doe. Nu ik nog leef, nu ik nog leef, hey, noem me lief, nu ik nog leef, nu ik nog leef, nu ik nog leef. Hey, kom maar langs, dank u wel allemaal, nu ik nog leef. Hey, kom maar langs, hey, kom maar langs, nu ik nog leef. Wie herkent zich? Dat zijn er gelukkig niet zoveel. Weet je dat ik helemaal triest word van zo'n liedje? Wie wil erop reageren? Doe me niet als ze om mijn graf staan huilen van, oh, wat ben je nog lief. Maar nu ik nog leef, geniet. Eigenlijk heb ik het stiekem allemaal een beetje, of niet? Herkennen jullie het echt niet? Maar mag ik vragen, want hij zingt wel van, joh, nu ik nog leef, maar leven we dan? Kees vertelt net een verhaal wat leven is. Hij zingt een verhaal wat leven is. Wat zegt u? Dan kies ik voor Kees, wat Kees leven vindt. En wat betekent dat leven voor u? Nou, de hoop op een goed, eeuwig leven. En dat kan ik van hem niet merken. Nee, hè?
Heere. Dat is meer van de duivel dan van de Heere wat hij zingt. En wat maakt dit dan in u los? Als u dit hoort zingen? Dat het vreselijk arm is als je zo moet leven. Als je geen toekomst hebt. Dus uiteindelijk ligt uw toekomst ligt vast. En ligt uw leven na dit leven. Dat hoop ik wel, ja. Mooi. Mooi. Is er nog iemand die wil reageren? Die wat wil zeggen wat het met je doet? Als je zo iemand zo hoort zingen van, ja, nu ik nog leef. Het maakt me wel bewust dat je... Ja, we hebben een leven gekregen. En wat doen we met het leven? Halen we er alles uit? Maar wat is alles uit het leven halen? Is dat het leven leven? Of is het leven leven met God? En als je het leven leeft met God, dan kan je er echt alles uithalen. En dan kan je veel meer doen als wanneer je niet meer leeft. En wat betekent dat voor jou praktisch? Alles uit het leven halen met God? Dat betekent om je heen kijken. En probeer te kijken met de ogen van Jezus. Hoe keek hij naar de mensen om hem heen? En wat doe jij in je dagelijks leven om hem uit te stralen? Mooi, dankjewel. Wat ik er zelf aan toe wil voegen. Wat is het leven zonder God? Wat is het leven? En misschien Kees, wil jij erop reageren? Wat is het leven als we niet de genieting hebben van het heil in de Heer Jezus Christus? Wat is het leven, zoals die man zingt, als we niet in ons hart mogen zeggen, maar mijn Jezus is mijn heiland, mijn redder. Ik ken verlossing. Want ik hoor het hier ook... Twee dames zeggen, dat brengt mij geluk. Ik vertaal het met iets andere woorden. Maar die man lijkt ook heel gelukkig. Die lijkt maximaal te genieten. Ja, ik moet denken aan een psalmregel. Om beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Leven zonder God, dat is zo godloos. Zo leeg. Nee, hij heeft nu nog geen probleem. En dat is met mensen van nature, denk ik, in het algemeen zo. We leven gewoon alsof er geen God in de hemel is en alsof er geen dood is. Maar de andere kant, dat wil ik eigenlijk ook wel zeggen. Ik denk wel dat het ook ons een spiegel wel voorhoudt, hè, dit verhaaltje. Een van de spiegels is denk ik ook wel, laten we eens naar die buurman kijken waar ik het over had in het begin van mijn verhaal. En laten we bewogen zijn... En de mensen zien door de ogen van de Heer Jezus. In bewogenheid. En ze inderdaad opzoeken. En waarom zouden we allemaal roddelen en negatieve dingen over elkaar zeggen? En waarom gewoon eens niet gewoon vriendelijk, aardige, lieve dingen tegen elkaar zeggen? Dat knuffelen hier bijvoorbeeld, hè, dat is best wel goed. Snap je wat ik bedoel? Gewoon mooie dingen zeggen. En weet je waar ik ook aan moest denken toen ik dat verhaal zag? Dat was aan... Ik vind het zo mooi, hè? Dat is een jong stel. Ze hebben een paar kinderen. En ze trokken altijd met de buren op. En de buren die zijn heel ongelovig. Maar het zijn zulke mensen. Dus op het ogenblik speelt dat, op dit moment. Ik kreeg van de week nog een appie. En er stond in, Kees, zul je bidden voor de buurman? De buurman van dat stel. En ze gaan erheen. En ze gaan weer terug. En ze gaan er weer heen. En ze gaan weer terug. En ze bidden thuis. En ze hebben hun vrienden gemobiliseerd. Want de buurman is zo ernstig ziek. En hij zal gaan sterven. En die gast zegt, ja, had me maar bezocht met mijn leven. Nou, daar moest ik ook aan denken. Dat doen ze. Die zin heeft hij gelijk, hè? Kom maar langs nu. Hij heeft gelijk, echt waar. En als christenen komen we langs. Ja. Zijn we er? Of leven we alleen in ons eigen zeil? Ik vind dat best heel moeilijk, hè? Want... Je zou bijna kunnen gaan denken van, nou, geloven dat gaat van een leien dakje, hè? En getuigen ook en zo. Ik heb jullie gezegd van mijn buurman, hè? Mijn buurman heeft mij een kaart geschreven. Daar heeft hij opgezet dat hij niet meer wil dat ik er met hem over praat. Nog een keer? Hij wil niet dat ik het er nog één keer met hem over heb. Oh. En dan zit je gewoon daar heel erg mee, hè? Want ik dacht bij mezelf, stel je voor dat die gasten hier vanavond zeggen van, nou, we gaan inderdaad naar de waterschuur in Nieuwpoort en we gaan het als buren vragen of die daar ook zo'n grote mond over de Heer Jezus heeft.
Nou, ik denk dat de buurman zal zeggen, hou er mee op, man. Hou er mee op. Praat me er niet van. He, dus dat is best heel moeilijk, heel moeilijk. En tegelijkertijd... Kun je iets meegeven? Heel moeilijk, maar hoe kun je dat dan toch doen? Gewoon voorzichtig, gewoon op je eigen plekje. We zijn niet allemaal dominees, evangelisten en zendelingen. Nee, maar nee. Als we echte christen zijn, ja. Wil je toch soms iets delen. Hoe doe je dat dan? Hoe doe jij dat? Ja, dat is hetzelfde als met mijn broers en met mijn zus. En dat geldt ook voor de buurman die zijn kaart gestuurd heeft. Weet je, jongens... Van wie is nou onze verwachting? Vroeger vond ik het heel slap en heel leeg. Als ik zei, nou, dan moet je maar voor bidden, hoor. Maar het is nu elke dag bidden. Voor Ed, voor Gerard, voor Agnes, voor Jos, voor Erika. Snap je? En voor buurman Jan, die het niet wil horen. Maar weet je... Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Ja, ik zou bijna zeggen, dan zou ik hem net voor de komst van de Heer Jezus nog even één keer willen vragen. Buurman, ga toch tot Jezus. Snap je? Maar dat is dan meer met je hart. Weet je, je bent in gesprek en ik heb een hele lieve vrouw. Je hebt er één keer gezien, geloof ik. Ja. Het is een schat, ja. Echt waar. En... Die kan weer heel goed met de buurvrouw overweg. Nou, als dat niet linksom kan, dan doen we toch rechts. Linksom, ja, precies. Snap je? Mooi. En dat was op mijn werk ook vaak, hè? Heel vaak kon je niet echt spreken over het geloof en over de Heer Jezus. Er was pas een evangelist, die was een beetje ouder en die zei... Ja, we waren een keer in een bijeenkomst en dan moet je ze allemaal bij elkaar roepen... en dan moet je erover gaan praten op je werk. Nou, ik dacht, als ik dat gedaan zou hebben op het werk waar ik gezeten heb... Nou, ik weet niet of ik dat gered had... Maar één op één lukte het heel goed. Heel goed. Gewoon, eenvoudig. Niet zulke dikke verhalen. Ook je twijfel. Delen. Je dingen die je niet weet. En de leiding van God. Ik snap er vaak niks van. Echt niet. Ik snap heel vaak niks. Er is niks ervan. Soms heb ik echt het idee net dat het is... Psalm staat dat toch dat je ongeveer één stap zo ongeveer kan gaan. Zo'n klein lampje. Nou, dat is echt waar. En toch is het de Heere die je leidt en die je ook helpt in het contact weer met anderen. We waren pas in Apeldoorn bijvoorbeeld voor de opname van een filmpje van het LCA. En toen hebben we lekker patat zitten eten met z'n allen. En toen na afloop was het een medelander. En die stelde zomaar, hij zegt, ja, waarom bidden en danken jullie? Heerlijk, hè? Gewoon bidden en danken. Mooie gelegenheid. Ja. En echt heel mooi gesproken over Jezus als redder en als rechter. En al die jongeren stonden naast me. En dat was echt mooi. We waren echt met elkaar en zij met z'n tweeën. Het was echt een mooi gesprek. Wij gaan dit gesprek voortzetten. Maar eerst gaan we volgens mij naar een lied luisteren. Ja. Kom staan. Wat ga je zingen? En waarom? Dan gaan wij luisteren. Zo mooi vindt aan muziek is dat het je echt dichter bij God kan brengen. En het volgende lied wat wij voor jullie willen spelen en zingen, dat heet Stil. En wat hier heel erg in naar voren komt, is dat wanneer ik stormen in mijn leven heb, dat God daarboven staat. En dat ik dan besef van ik mag stil worden en me veilig voelen bij Hem. En ja, dat is een van de redenen waarom we dit lied heel graag aan jullie willen laten horen.
Heerlijk gedaan, dames. Prachtig. Heerlijk mooi lied ook. Mooie tekst ook. En ik zat te denken, volgens mij heb ik een vraag voorbij zien komen. Dit lied spreekt ontzettend van hoop en van verwachting en van geloof in de Heere God. Maar volgens mij kwam ik een vraag voorbij waarin dat bleek dat het wat lastiger was. Oh ja, vraag 1. Er wordt vaak gesproken over de uitverkiezing, maar heeft het voor ongelovigen nut om dit te horen in plaats van het behoud bij hem? God is gekomen om te behouden. De hel is gemaakt voor de duivel en de demonen. Volg mij alle die vermoeid en belast zijn. Kies dan heden. Geloof het evangelie. Misschien nog een keertje terug naar het eerste deel van de vraag. Ja, Kees, jij bent begonnen over de uitverkiezing. Oh, maar ik vind het toch helemaal niet moeilijk. Er wordt vaak gesproken over de uitverkiezing, maar heeft het voor ongelovigen nut om dit te horen? Nou, dat zou ik wel denken natuurlijk. Waarom dan? Nou, ja, als de uitverkiezing nou een bron is, een fontein, waar je heerlijk onder kan gaan zitten en waar je door de werking van de fontein zalig kunt worden. Nou. Maar jij brengt het zo heerlijk ik positief. Ik zou er als maar... ongelovige onder gaan zitten, Marcel. Ja, nee, nee. Eerlijk. Maar jij brengt het heel positief, maar ja, voor heel veel mensen in de zaal is het misschien helemaal niet zo positief. Die lopen daar tegenaan en... Ja, dan is het helemaal verkeerd gebracht. Is dat het soms misschien? Ja, dat is het. Ik had net een gesprek buiten met een paar jongens. Fijn. En dat ging daarover. En die zeggen, ja, maar het is heel makkelijk zo'n uitverkiezing. Want jij noemt het ook een fontein waar je onder kan gaan zitten. Maar die jongen noemt een voorbeeld, zometeen dan is er iemand die is porno verslaafd. En die gaat dan zeggen, ja, nee, maar ik zit buiten die fontein, dus ik kan wel lekker doorleven. Want ik zit er toch niet in. Wat moet ik dan met de uitverkiezing? Ik heb ook niet gezegd dat je moet gaan zeggen van over wat fijn dat die uitverkiezing op die manier er is. Weet je, als je wil kun je van de uitverkiezing een muur maken waar je je werkelijk tegen dood loopt. Gewoon zo. Nou, dan val je er beneden. Maar jongens, als de uitverkiezing nou zoveel genade is van God, dat hij uit al die veel erger dan porno kijkende jongeren verloren mensen zalig maakt, dan is het toch heel veel ruimte juist. Dan is het een deur die open gaat. Echt waar. Ik geloof niet in die karikatuur van de uitverkiezing die dit zegt. Hoem. Gesloten deuren, gesloten ramen, dicht. Nee, weet je waar ik in geloof? Ik geloof in een poort die open staat, waardoor het licht komt stromen. Ik geloof in een genadetroon. Waar ik vrij heen mag gaan. Uit genade alleen. En ben je een baggerzondaar, hè? Laat ik het maar zo zeggen. Porno verslaafd, allemaal verslaafd, nog meer verslaafd. Veel erger is dat je niet aan God denkt. Veel erger. Dat je niet tot die stroom van genade gaat. Dat is echt zonde. Ga toch tot hem met al onze vrome smoesjes. En met onze zonde die we ja, ook nog een beetje opwaarderen bijna. Van dan kan ik niet gaan. Schiet op zeg. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Echte zondaren. En dan klapt heel die deur van de uitverkiezing. Ik zou bijna zeggen die klapt tegen de grond. En dan kan je erdoor. Want dan is het een poort. De uitverkiezing moet je zo zien. Hè? Die moet je tegen. De ene kant is Christus. Daar staan wij voor. Jongens, en ik zal je zeggen, er komt geen mens in de hemel. Als het gaat om Jezus, buiten Jezus om. Het is alleen Jezus. Daarom die focus op hem. Die uitverkiezing, dat is een heerlijk wonder. Maar de duivel misbruikt hem en het ongeloof ook. Echt waar. Kees, ik zit te denken, en nu je het over de uitverkiezing had en over hoe je dat heel positief waardeert. Van daardoor is het juist mogelijk dat we gered worden en we moeten bij de Heer Jezus wezen. En dan vallen die vragen ook op zijn plek. Ik zat te denken van, als gelovige, dit zeg je heel stellig en overtuigd. En ik zie en ik merk aan je dat je het meent. En ik ken je al iets langer dan vandaag. Dat weet ik ook, dat zo bij je leeft. En toch zat ik net, terwijl je dat zo vol passie vertelde, dat ik denk van, ik wil hem toch een kwetsbare vraag stellen. Zou Kees nou ook wel eens twijfelen? Zou die ook wel eens, ja,
aan de ene kant dit, hè, vol overtuiging en daar sta je voor. En dat zeg je niet alleen vandaag, maar dat, hè? Ja, ja, dat is heel goed, want Marcel, ik was al van plan, want ik dacht, ik moet dat tegen ze zeggen. Nou, weet ga je dat tegen ze zeggen. Het gaat om twee dingen. Als het gaat om geloof en om genade, dan zou je kunnen zeggen, wat staat in Filippenzen, Paulus die zegt op een gegeven moment, waartoe ik van Jezus Christus ook gegrepen ben. Dan ligt hij in de handen van God, zou je kunnen zeggen. Zo vast, hè. Wie in de handen van God is, die valt er nooit meer uit. Nooit meer. Dus je zou kunnen zeggen, dat is die loodrechte lijn, gewoon van boven naar beneden, van God, de drie enige God, naar een zondaar. En dat is echt, dat is zo vast. Echt. Maar dat is vast. Maar wat is nou... Heerlijk. Nee, ik ben heel benieuwd. Nu komt het. Dan heb je mijn lijntje. Dit was de lijn van boven naar beneden. Mm-hmm. 100% kwaliteit. Maar nou is het mijn lijntje van geloven. En nou ben ik zo'n mens. Heren, ik wil één stap gaan. Heren, ik moet manna rapen. Ik moet een beetje buigen, heren. En ik moet gesnoeid worden. Mijn lijn is een stippellijn. Als er een lijn naar boven is, moet je er ook bij zeggen. Hè? Want als die er niet is, dan functioneert die helemaal niet zo. Ja, dus als God de lijn gelegd heeft van de genade naar een zondaar, en je wederom geboren bent door woord en geest, dan is dit de lijn die ligt vast. Dat is ook mijn zaligheid. En dan heb je dat stippellijntje van mij. Ja. Nou, mag ik interpreteren? Dat stippellijntje van mij. Ja. Want er zat nog een hele mooie vraag bij. Ja. Moet dat stippellijntje dan bestaan uit bidden om vergeving voor onze zonden? Of moet dat lijntje gewoon bestaan... Jij zegt die lijn van boven naar beneden ligt vast. Moeten we dan gewoon dat stippellijntje bestaan uit danken voor vergeving? Danken voor vergeving. Ik denk allebei. Als je niet dankt, dan ben je een dankenloos mens. En dat past niet bij genade. Hè? Genade is verwondering, is dankbaarheid. Dus dat hoort er zeker bij. Maar bidden ook. Ik denk, weer op psalmregel, het behoeftig volk in hun noden. Dat zijn allemaal oude woorden, jongens. Maar dat betekent gewoon dat je een bedelaar bent. Dat je niet zo'n succesvol christen bent. Maar dat je elke keer verlangt naar de hemel, dat je aan de lippen van de Here gaat hangen, dat je het wil horen, dat je met je vrienden erover wil spreken, dat je elke keer weer het vernieuwd wil hebben. En ik moet je heel eerlijk zeggen, weet je, ik heb een hele moeilijke periode achter de rug in 2015. Echt heel moeilijk. En toen waren er mensen, en een zegen als je die mensen rondom je heen hebt, die kwamen tegen me, die kwamen bij me. En die hebben met me gebeden, met me gesproken. Dat was heerlijk. En dan zeiden ze tegen me, Kees, je moet vertrouwen. Je moet vertrouwen. Maar jongens, ik moet jullie heel eerlijk zeggen. Ik ben 100 keer gezakt in het vak vertrouwen. Zo'n klein, piepklein mensje. En ik heb dat meerdere keren in mijn leven meegemaakt. Dat ik erachter kom dat ik zo'n klein mensje ben, heel klein, heel kwetsbaar. Dat ik het niet weet. En ik moet jullie zelf zeggen, dat gaat nog verder als een beetje twijfel, dat je moet leren vertrouwen. Maar geloven is ook een strijd voor mij echt. Ik neem het echt niet zomaar als zoete koek aan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat ik soms ook wel denk dat God niet bestaat. Hoe kom je daar doorheen dan? Wat helpt jou in die strijd? Ja, wat helpt mij? Ik zou bijna zeggen, Marcel, wie helpt mij? Nou, ja, dat mag je dat is nou het mooie. Weet je, het klinkt misschien voor jullie een beetje gek, hè? Kees die hier staat te vertellen over genade, overvloedig, over heel echt die loodrechte lijn van boven, vast. En toch zelfs momenten kunnen hebben dat je twijfelt. In deze wereld waar zoveel religies zijn en zoveel geloven en ook nog een keer zoveel manieren, dat je er akelig van wordt. Nou, daar ga je wel van twijfelen. En wat help je dan aan? Ja, ik denk toch maar weer gewoon mijn bijbelroostertje,
Van Schreeuw om Leven was het toch? Mijn Schreeuw om Leven. Mm. Dat is een mooi rooster. Dat is een hoop lezen, jongens. Echt een hoop lezen. Ik ben het aan het proberen, hoor. Ik weet nog niet of ik het volgehouden. Het is echt veel. Maar het is wel goed. En ook de preken. Ik geniet van de preken bij ons in de gemeente. Daar drupt het bloed van Jezus Christus overvloedig. En dat zijn de dingen, hè. Dat, ja, de beste verzekering was... Dat is een, ja, ik heb heel veel van oude mensen geleerd. Zullen we gaan een liedje zingen? Ja. Mag ik dan even nog van die ene oude mevrouw, dat is heel kort. Die oude mevrouw die zei tegen mij, dat is heel mooi. Ik ben nu wel benieuwd eigenlijk. Die oude mevrouw die zei tegen mij, Kees, de beste verzekering, dat is je laatste godsontmoeting. Daar zit wel wat in. Als je iemand de laatste keer bent tegengekomen, of je vriendin heeft voor de laatste keer tegen je gezegd, zo'n schat, dat onthoud je toch? Nou, zo is het met de Heere ook. Als hij tot mij spreekt, dan is het echt, dan is het goed. Dan is het rustig. Hou dat vast, ook als de stormen echt doorvasten. Het spreken van God. Nou, en dan, ja, Marcel, dit is jouw Bijbel. Ja, maar je mag hem wel even hebben. Maar dan druk ik hem aan mijn hart. Snap je? Gewoon omdat de goede herder er in je tegemoet komt. Of om de brug te maken naar wat we gaan zingen. Ja. Dat je als een hert verlangt naar het water. Zo verlangt je hart. Hongerig, dorstig. Gaan we dat nu zingen? Bergreden. Zalig zijn zij die hongerig. En zometeen mag je een last minute nog spreken, Kees. Eigenlijk wil ik een stukje met jullie lezen. En dat is uit Efeze 3. Dat is een heel mooi stukje, jongens. Als je de Efezebrief, als jullie moeten nog beginnen met een goed voornemen voor dit jaar, begin dan met het lezen van Efeze. Elke dag 10 vers of zo. Dan hoef je niet te zeggen dat het zoveel is. Maar Efeze 3 vers 14 tot en met 19 zal ik vast voor jullie voorlezen. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En nou komt het. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden, door zijn geest in de innerlijke mens. En waarom dan? Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u,
in de liefde geworteld en gefundeerd wordt, bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Nou, Paulus zegt, om deze reden buig ik mijn knieën. Lieve mensen, misschien moeten we dadelijk ook maar gewoon doen. We zijn niet zo gewend natuurlijk. Dan moet je voor in Rusland zijn, tussen die bankjes op je knieën te gaan. Maar als Jezus morgen komen zou, dan hebben we gewoon nog maar één dag. En weet je, we kunnen 1000 preken misschien wel horen. Stille tijd heel trouw doen. Maar het is gewoon zo belangrijk dat je echt komt tot Hem. Stel je voor dat het 50 euro'tjes zou regenen. Je zou ze gewoon laten dwarrelen. Ze komen allemaal naast je stoel. Je zou zeggen, dat is 50 euro. En je zou er geen gebruik van maken. Zo is het ook met de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus gaat maar gewoon zo zeggen. Die ligt bij jullie op schoot vanavond. En als jullie vanavond weggaan, dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je opstaan. En dan valt de Heer Jezus op de grond. Dat is 1 reactie. En de 2e reactie is, hè, dat is een heerlijke reactie. Is dat je dat kind aan je hart drukt. En dat je het zegt, Heer Jezus, u moet ik hebben. En dat je hem kust. Het is gewoon zo bijbels als wat. Kussen van de Zoon, Psalm 2, vers 6. Hè? Want je moet de Heiland met je hebben. Waar je dan ook zit, en waar je ook aan vast zit. En jongens, geloof me, hè? We zijn zondaar. Tot op het allerlaatst. En zoals je de Heer Jezus de eerste keer nodig hebt en de toevlucht tot hem neemt, doe het elke keer weer. Doe het elke keer weer. En bedenk, voor elke blik, ik heb hem geleend van de HHJO, die hadden een nieuwjaarsgroet, dat is best wel mooi. De LCJ heeft er ook een trouwens, en nog mooier natuurlijk, dat snap je. Maar de HHJO had een mooie, prachtige nieuwjaarsgroet. En daar stond in een uitspraak van Robert Murray McChain. Van die oude boeken, weet je wel. En daar stond op. Ja, gelukkig man. Voor elke blik op jezelf, dus voor alles wat je zelf van jezelf verwacht, kijk 10 keer naar Jezus Christus. Dat is van Robert Murray McChain. Zo evangelisch als wat. Maar dat is echt puur evangelisch, lieve mensen. Dat zal ik je zeggen. Wil jij komen in de lichtstad met de parelen poorten? De wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Schoon te huis voor moede pelgrims, komend uit de zandwoestijn, waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem. In die stad met parelen poorten, in het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heere ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuwe Jeruzalem.
En als dan de deuren opengaan, hè, en de Heere zal zeggen, kom in, gij gezegende van mijn vader. Dan zal een vermoeide pelgrim Kees zeggen, ik ben er. Om Jezus wil. Om Jezus wil. En om Jezus wil alleen. Halleluja. We zullen danken. Grote en genadige en eeuwige en heerlijke en trouwe en zo lieve Heere. Heer, op deze avond zouden we eigenlijk gewoon wel willen knielen hier samen met al deze jonge mensen. Met de vrijwilligers van jij daar. En met de commissie die alle dingen regelt. Met de gastheer. Samen, Heere, met u. Om te buigen. Want, Heere, we willen wel belijden dat we zulke kleine mensjes zijn. Dat we misschien vanavond wel met 1000 vragen naar huis gaan, dat kan ook nog. En laat het maar zo zijn, Heere, dat ons hart onrustig is totdat we rust vinden in u. Wilt u er ons alstublieft voor bewaren dat wij onszelf zullen troosten? Maar laten we getroost mogen worden door de krachtige, diepe werking van de Geest. Zegen daarom al deze jonge mensen. U bent niet gekomen om verloren te laten gaan. Heere, vergeeft u ons dat we zulke verschrikkelijke ideeën hebben over wie u bent. En vergeeft u ons ook dat we bij onszelf altijd nog een beetje denken dat het misschien wel wat meevalt. Ook al noemen we onszelf soms zwijnen. Heere, geef genade dat we niet zo'n traploopgeloof hebben. Wees hoe verschrikkelijk moe van wordt van allemaal dingen die we zelf moeten doen. Maar dat we een geloof mogen ontvangen van u. Wat gewoon heerlijk lief heeft. En wat amen zegt op wat u zegt. Al is het nog zo diep en nog zo moeilijk. En als u snoeit, Heere, in ons leven. Wat zo'n verschrikkelijk pijn kan doen. Wilt u dan ook nabij zijn. U kent deze jongeren, Heer. U weet waarin ze leven, hoe ze leven. U kent hun gedachten, hun hopen, hun verlangen. Wilt u bij ze zijn? Wilt u bij hen zijn die eenzaam zijn, ook al zitten ze hier met z'n allen? We bidden voor jonge mensen die op welke manier dan ook verslaafd zijn. Het is lang niet makkelijk om in 2016 christen te zijn met zoveel bedreigingen en met een duivel die hyperactief is. Heere, leer ons de toevlucht nemen door dat wonderlijke geloof naar de Heer Jezus Christus. En als er hier nu één iemand zit, Heere, één maar, die denkt dat het niet kan. O God, wil hem treffen door één van uw liefdespijlen. Of haar. Geef hoop aan jonge mensen. Want u bent zo ruim en zo royaal. Hoor ons uit genade, dankend en prijzend, die heerlijke naam van u. Om Jezus wil. Amen. Ja, dan zijn we weer aan het einde van deze avond gekomen. En ik denk dat de centrale boodschap toch is geweest. Dat de Heer Jezus aan de deur van ons hart staat en klopt. Voor ieder die hem nog niet binnengelaten heeft. Om hem binnen te laten als verlosser van zonde. Opdat we hoop mogen hebben op een eeuwige toekomst met hem samen. En dank u wel dat u daar ook getuigen van heeft willen geven deze avond. En we hebben een mooie bos bloemen voor u meegebracht. Dat u mee mag nemen naar huis. Dat vind ik heel lief van jou. En van jullie. Dank je wel. Heel mooi, prachtig.
is ook zo mooi, hè, met al die kleuren. Een goede weerspiegeling ergens van. Ja, prachtig, dankjewel. Verena, voor jou ook een mooie bos bloemen. Bedankt dat je voor ons zong. We hebben van je mooie stem genoten, van je liederen. Alsjeblieft. Dan zijn we aan het einde van de avond gekomen. Ik schiet me even te binnen. Misschien was het wel mooi geweest als ik een datum had geweten van de volgende avond. Weet jij hem even uit je hoofd? In februari. Oh, in februari. Tweede vrijdag van februari. Oh, tweede vrijdag van februari. Super. En is de gast al bekend? Els van Dijk. Nou, dat wordt feest. Hartstikke geweldig. Maar nu ook, want Kees, je hebt een prachtig lied geciteerd. En het leek mij wel een hele mooie afsluiting van de avond als we dat lied staande uit volle borst gaan zingen. Goed idee? Oké.